In de 10e minuut is er balverlies bij Heist op het middenveld. Dan volgt een sterk nummertje van Wesley Snoeys en uiteindelijk schiet Davy de Smet de bal hoog over. Wat later raakte Wevers de bal slecht voor Jeroen Mertens. Ligt alles open, zijn schot sterft tegen de lat. Bij Heist kwam de bal al een paar keer net niet goed aan. Nu dan toch een schietkans voor Wijns. Hij trapt hem over. De match heeft een goal nodig, maar die wil niet vallen. Jorn Wijns kan niet bij een bal van Joren Dom. We gaan rusten bij een 0-0 stand. Bijna op het uur steekt Joren Dom een voorzet in de rug van Krabbeels en dit keer steekt Jorn Wijns hem net onder de lat. Het lijkt geen buitenspel en 1-0. Ruppelboom is gelanceerd opnieuw. Wijns knult nog een bal net over de kruising. 17 minuten, nog een afleggertje en de streep van Roel Gram kust de kruising. Hij beseft dan dat het nog kan. Kentij steekt hem door voor Bram Kriel. Die heeft de 1-1 aan de voet. Hij is ingekomen voor de geblesseerde Jan Hendricks. Meteen weer naar de andere kant met een schot van de Smet en dan een super save van Olieslagers. De rebound is nog voor Engadira. Die kan voetballen, hij kan op een vierkante meter aardig wat doen met de bal en dan laat Ventose de 2-0 liggen. 1-0 dus, dit Heist was niet goed genoeg vandaag. 7 op 15 is niet slecht, maar je bekijkt dat soms per twee matchen. Hè. Je hebt Boom en Turnhout en dan hoop je van 4 op 6 te halen. En nu dat we al verloren zijn op Boom, kan dat niet meer. Dus we moeten dat recht zetten zondag tegen Turnhout, maar ik denk dat ze in Turnhout juist hetzelfde denken.